Wie waren de genomineerden voor de Popmediaprijs? Op de eerste plaats Theo Ploeg. Theo Ploeg, net op internet heel actief. Heel mooi magazine. Cut-up Media. Journalist van verschillende bladen. Op de tweede plaats Jean-Paul Hek. Journalist van de Telegraaf. Heeft dit jaar een buitengewoon fraai boek geschreven met interviews. Fuck You Very Much. Een heel bijzonder internetradiostation, Kix Radio. Het hele team was daarvan genomineerd. In eerste instantie Rob Stenders, maar ook alle andere mensen die daar meewerken. En last but not least, Jan van der Plags. Al lang actief, begonnen met Pop-encyclopedie, met Hart en Ziel, Boektheater. En dit jaar de drijvende kracht achter 50 jaar Nederlandse popmuziek. You'll never walk alone. En toch kan de Popmediaprijs 2008 en maar voor één zijn voor Jan van der Plags. Nou, het was toch niet zo heel moeilijk. Het is een bijzonder jaar voor Nederlandse popmuziek. 50 jaar Nederlandse popmuziek. En degene die het opgezet heeft, Jan van der Plas, die is denk ik toch een terechte winnaar dit jaar. Nou, als je kijkt naar de mensen die hem gewonnen hebben. Jip Golstein, Bert van der Kamp, Anton Corbijn, Tom Engelshoven, Gijsbert Kamer, Leo Blokhuis. Dat zijn wel allemaal hele grote namen in dit vak. En daartussen genoemd worden vind ik wel heel erg leuk. Kan ik zeggen dat 50 jaar Nederpop de doorslag heeft gegeven? Ja, dus dat is natuurlijk een van de grootste dingen geweest in het afgelopen jaar. Mooi boek, popquiz erbij, concert in de Heineken Music Hall. Veel aandacht voor geweest. Nou, dat heeft echt op een hele fraaie manier. En Jan kan het als geen ander de aandacht voor popmuziek in Nederland voor een breed publiek opengelegd. Hoe trots ben je op dat 50 jaar Nederpop? Nou, ik vind het geweldig dat het zo uit de hand gelopen is, zeg maar. Dat het zo groot geworden is. Dat hadden wij allemaal niet kunnen dromen toen we daar voor het eerst over spraken, dat dat zo'n issue zou worden. Dat was maar eigenlijk maar eentje die hem dit jaar verdiende. En dat heeft niet zozeer met dit jaar te maken, maar gewoon met al die jaren waar Jan natuurlijk gewoon op een heel integere manier bezig is. Dus ik vind het volledig terecht. Kijk, Jean-Paul Hek is toch wel echt een grote in de Nederlandse popjournalistiek. Rob Stenders, idem dito. Een radiomaker waar ik zelf nogal een fan van ben. Eerlijk gezegd, Theo Ploeg kende ik alleen maar als medewerker van Oor, maar die website is wel erg leuk van hem. Dus het was voor mij, in mijn ogen, absoluut geen gelopen race. Die prijs bestaat nu een jaar of 15. We zien dus dat in de laatste 15 jaar de popjournalistiek in Nederland geprofessionaliseerd is en op gewoon heel hoog niveau meedraait.